Kom nou eens, kijk. Wat scheelt er? Tustin is wat een automobielbedrijf. Ja. Dat zal de begrafenisondernemer zijn. Die waren al helemaal vergeten. Maar ik ben niet van plan van hem te vertellen van dat vermist lijk, hè. Ja? Je weet toch zeker niet dat hij ook in complot zit? Och, jong, voor wat zou er? Uitbreiding van zijn klantische machine. Ja, ja. Mijn naam is Koemans, begrafenisondernemer. Ik kom een jaar bij 2 of bij 4 piant. Nu de wens van mijn klant. Wie zijn notarissen? Goedzagen en Kindermans. Bij 2 in notariaat en op de Place de Leopold in Hasselt sinds 1802. Bij 1 of bij 2 notarissen, navenant de centen van ons cliënten. Wij mag het, meneer Koeman. Niet goed. De kagen pakt eigenlijk. Oh, lees je me toch niet klagen over 2, zeg het weer is toch zo goed als het zijn kan. Het geeft nog veel meer regen, heb ik gehoord. De brug het zelfs benoeren en zakken. Zeg ik zien dat je niemand van het personeel niet bij hebt? Ja, ik heb ook eigenlijk niemand niet meegebracht. Want alles loopt mis, hè. Is het in tweeling? Dan de overstroming. Zoek dat ik wel niet, waar ik is er. Kom. Meneer Koemans, de tweeling, dat krijg je toch ook niet alle dagen, hè? Nee, maar misschien wel de hier, misschien wel een handje helpen. Nee? Tja, waarom? Voor wanneer? Ik heb allemaal eerste klas materiaal, ze. Van de draagbare, van de koper handgrepen, van de ekenkist met zilverbeslagen op. Tussen hoogstjes. Hoe is meneer Portman eigenlijk? Nog in de bureau? Met nog meer toch, ja. Toch eerlijk, hè? Spijtig dat die hij opgebaard ligt. Hè. Ik ga die eigenlijk vol liever in van mijn rookkapel gehad. Goh, zo'n Portman, dat was eigenlijk pas reclame geweest. Dat kun je misschien nog bij de volgende Portmans, hè? Dat weet je nooit, hè? Of hè? Was het hier misschien een kaartje van mij willen aanvaarden? Zonder enige verplichting natuurlijk, hè? Dat kan altijd van pas komen, hè? Als ze nooit hoog is, hè, meneer Portmans, dan zullen we ze dan ook denken. Dan zal ik nou de kisken thuis groeien, zeker, hè? Bij, zijn je schrik dat hem trouwt, Kim? Ja, nee, maar dan is er griet voor een goede reis, hè? Hey, zeg, meneer Koeman, ik zou eigenlijk toch nog iets moeten zeggen, sir. Toen is namelijk nog iemand in de bureau, juffrouw Immerazis, is in de middag ook gestorven. Oeh, wij troevig. Is er eigenlijk nog familie van Heugen weer? Ja, haar zuster is boven. Ah, dan moet ik me iets gaan condoleren. Meneer Koeman, heb je haar zuster vroeger al gekant, ja? Oeh ja, maar dat is wel heel lang geleden. Zeg, kun je niet zeggen wat soort van persoon dat eigenlijk is? Zeggen, vooral ook zo weer iets bedoel. Ja, alweer, ik klop nu niet aan. We veranderen mensen, hè. Dat kunnen altijd door klanten, ja. En gelijk het spreekwoord zegt, ik zwijg gelijk een graaf. En dat voor de 100% bij mij van telpaat moet doen. Ik ben welkomen met u eens, meneer Koemans. Wat is het lang geleden dat ik u heb ontmoet? Blonde jaren, juffrouw Prudence. Het leven eindigt altijd in de rouw. Meneer Koemans leeft aan de dood. Hij heeft grote stijl. Mijn diepgemeende condoliaties, juffrouw Prudence. En ik vertrouw erop dat je de begrafenis van haar zuster door ons wilt verzorgen. Merci bien, monsieur Koeman. De brug is ingestort! De brug! En ja, wat dan juffrouw Prudence? Niemand kan dus over de brug. Ik denk het niet, nee. En uw naam is? Ik ben Gustaaf Jacobs, de chauffeur. Als jij blijft in mijn dienst, ik wil je gaan correct gekleed. Ja, maar ik was naar buiten gelopen. Geen commentaar. Als het u niets dat aan, boeken we partij. Ah, maar wij willen dan hij. Ik wil niemand teken. Zoals je wilt. Als je mij niet meer nodig hebt, dan ben ik weg. De brug is ingevallen. Dus niemand die door nog even kan en liegen. Weet je, we hebben diep in het water. En alle vijven van de lamen zijn even gelopen. Dus zijn wij weg van de wereld. Goeie doem. Monsieur, mag ik u gemakkelijk?
Maandag zal werkelijk komen om de brug te repareren. Hij zit er in huis, ja. Ja, het starre huis. Ben vermist, lijk. En de lol doe je vrouw bij. En de zwarte korbejaar. En de zwarte kraai. De moord op zijn volgende prooi. Heren, als het goed verstaan ha, dan loek juffrouw Imraus toch in de broek. Dat is ook zo. Dat is niet zo. Help! 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 Help